Hoi, Robin hier en welkom bij aflevering 0 van Robins Moltalk. Ja, waarom deze aflevering zou je denken? Nou, zoals je misschien al wel gehoord en gezien hebt. Uh... Is er een nieuw seizoen van Wie is de mol? En ditmaal is het een uh, streaming editie. En iedere keer dacht ik ook van oh ja, ik ga het even in mijn agenda zetten, zodat ik het niet kan vergeten om te kijken. En vandaag kwam ik dus weer een video tegen. Ik, ik ga nou eerst zorgen dat alles geregeld wordt. En dan uh, gaan we morgen, in ieder geval om 12 uur kijken op uh, NPO-start. Want dan komen de eerste twee afleveringen online. Zoals uh, ook wel bekend, was het afgelopen seizoen van Wie is de Mol nogal een, een lastig seizoen, zeker omdat ik met de verhuizing zat. En privé zijn er ook nog een aantal dingen die nog niet helemaal uh, gereed zijn. Dus vandaar dat deze video erg laat is. En ik ga ook geen beloftes doen. Maar ik ga in ieder geval proberen om uh, de volgende video's met uh, de hints-theorie op zondag zo'n beetje uit te laten komen. Laten we maar eens uh, doorgaan waar het uh, spel zich af gaat spelen en wiederen allemaal klaarstaan om de mol te gaan ontmaskeren. De locatie van de streaming editie van Wie is de Mol neemt ons mee naar Oman in Zuidwest-Azië. Ze beginnen hier in de hoofdstad Muscat waar ze het spel gaan starten in een imposant fort, de haalgewitte stranden en in de zandduinen die tot in de oneindigheid reiken. Deze liederen onderscheiden zich wel iets van de eerdere afleveringen van, of de eerdere seizoenen van Wie is de Mol, waar ze in dit verhaal dus best veel opdrachten laten zien en ook de deelnemers tussendoor. Ja, wat ik in ieder geval wel had gezien is dat het erg warm gaat worden en dat ze ook heel veel zand gaan zien. Het avontuur gaat daarna door naar de Wahiba woestijn waar ze volgens de makers in een heus Arabisch sprookje belanden. Nou, voordat we het over de kandidaten gaan hebben ga ik eerst een klein beetje valspelen. We gaan het namelijk eerst hebben over wie het programma gaat presenteren. En mocht je het al gezien hebben, in dit verhaal is het Hila Noorzai. In plaats van Rick van Westerlaken. Nou, Ila heeft natuurlijk ook al meegedaan aan het eerste seizoen van Wie is de Mol. Dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe zij dit gaat presenteren. Ja, ik vind het zelf ook leuk om te zien dat, dat zij weer terugkeert uiteraard. Dan hebben we natuurlijk ook de kandidaten die in de leader getoond worden. En uiteraard staan ze ook op de website van Wie is de Mol. Met daarbij wat meer informatie. Op het moment van het schrijven van dit script is het donderdagmiddag. En kan je nog niet inzetten op de kandidaten in de Wie is de Mol app? Ik hoop stiekem dat het alsnog wel gaat gebeuren, zodat je echt nog wel een volledig seizoen van Wie is de Mol kan spelen. Ja, verder, omdat het onbekende Nederlanders zijn, kan ik er ook niet heel veel over vertellen. Dus laat ik het deze keer voorbij gaan. Maar ik ben in dit verhaal ook heel erg blij dat het onbekende Nederlanders zijn. Ik en meerdere mensen hebben het ook al vaak gezegd van. Het is altijd leuk met bekende Nederlanders, maar. Laat eens een keer uh, onbekende Nederlanders doen. Zodat je echt naar het spel gaat kijken en dat je echt uh, erin moet gaan duiken wie de mol zou kunnen zijn. En uh, dat maakt het in ieder geval voor mij persoonlijk in ieder geval een heel stuk leuker. En dan uh, zijn we alweer aangekomen bij de afsluiting van deze aflevering. Uh, ja helaas uh, nog niet heel veel informatie. Ik heb zelf, ja zoals ik net al zei, ik, het is iedere keer langs me heen gegaan. Maar goed we kunnen in dit verhaal dus wel helemaal blanco erin gaan. En ja, we kunnen dan gaan kijken hoe het dan uiteindelijk gaat worden. Ik heb in ieder geval nog steeds heel veel zin in om dit te gaan kijken. En ik, omdat er twee afleveringen komen elke vrijdag voor de komende vier weken, ga ik gewoon nou ja, de twee afleveringen in één aflevering van Roberts Molltog doen. En ja, hier gaan we ook natuurlijk weer op mollenjacht. En uiteraard, op, hopelijk op zondag, gaan we ook weer de Hints-theorie bespreken. Ik hoop dat jullie er dan ook zin in hebben. Ja, laat het weten door een duimpje op hoog te geven op deze video. En als je nog bezig bent, vergeet er niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet er niet belletje aan te zetten, zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu uh, later.